zou voor geen andere club in Nederland willen spelen. Ajax is wel echt mijn club. De arena is wel echt Ajax voor mij. En dat is de plek waar ik eigenlijk elke dag kom. Ik vind het wel heel tof dat ik uitzicht heb op het stadion zelf. Nou, Amsterdam vind ik een hele fijne plek om te wonen. Amsterdam heeft alles en Amsterdam vind ik heel open-minded. Dus ik heb wel het gevoel dat ik in Amsterdam echt thuis ben. Ik kan hier zo uren naar kijken, ja. Vrijdag 24 augustus is een historische dag in de geschiedenis van Ajax. Want voor het eerst speelt er een vrouwenteam onder de naam van Ajax. Een van de mooiste momenten die voor mij nog steeds op nummer 1 staat is de openingswedstrijd op de toekomst. En dit zijn de 11 namen. Laura Durij op doel, Daphne Koster, Leone Stentler, Petra Hogewoning, Anouk Hogendijk, Linda Bakker, Tessel Middag, Mandy Versteeg, Desiree van Lunteren, Babise Roof en Lisa van der Most. 11 speelsters in het veld. Om het hoofdveld op de toekomst stond het helemaal vol. En ja, dat was wel echt een geweldige wedstrijd, dat ik die mocht spelen. Versteeg voorbij de tegenstander en daar het doelpunt. Het eerste doelpunt ooit voor de Ajax-vrouwen. Het is voor mij een relatief moeilijk seizoen, omdat ik de eerste seizoen zelf heb ik eigenlijk alles gespeeld en was ik echt basisspeelster. En nu, na de winterstop, zit ik helaas op de bank. Ja, daar baal ik wel ontzettend van. En ik probeer me wel te blijven focussen en ook nog steeds op het WK te blijven focussen, want ik zie nog steeds kansen. De manier van mij om ermee om te gaan is gewoon mijn frustratie even opzij te zetten en gewoon zo hard mogelijk te blijven werken voor mijn plek. Thuis is voor mij wel echt heel belangrijk, ja. Ik ben best wel gesteld op tijd voor mezelf. En ik denk dat thuis is wel een plek waar ik even tot rust kan komen na een drukke training met 23 teamgenoten en allemaal stafleden om je heen. Ja, dan is thuis wel even een fijn plekje. Nou, ik doe een cursus Spaans omdat ik zelf Colombiaans ben. Mijn zus Lieke, die is biologisch van mijn ouders zelf en ik ben geadopteerd. En ik heb nog een zus, die is ook geadopteerd uit Colombia. En ik heb een broertje, ook van mijn ouders zelf. Dus we zijn een samengesteld gezin. Zo'n 4 jaar geleden ben ik in Colombia terug geweest. Toen heb ik eigenlijk daar mijn roots herontdekt en heb ik kunnen zien uit welk land ik kom en waar ik echt vandaan kom. En dat is wel de grootste reden waarom ik Spaans wil leren. Dan de wissel. Linda Bakker gaat naar de kant en wordt vervangen door Lisa van der Most. En die bereikt daarmee een mijlpaal. Is nu alleenig recordhouder, want ze gaat Desiree van Lunteren voorbij en staat op 167 wedstrijden. Ik ben als eerst begonnen bij Ajax. En eigenlijk alle 7 seizoenen van Ajax ben ik erbij gebleven. Van der Most versus Mesker. Gaat haar tegenstander voorbij, de voorzet en Ellen Jansen met het doelpunt. En de felicitaties ook aan het adres van de kerstverse recordhouder Lisa van der Most. Ja, dat is wel iets heel speciaals voor mij. Een kort termijn doel is voor mij om eerst naar het WK te gaan. En vanuit daar ga ik kijken of er nog een stap mogelijk is. Ja. Ik vind koken heel belangrijk. Dat is, ja, naast voetbal is dat wel echt mijn grootste hobby. En dat is ook een voor mij een grote manier om te ontspannen. Ik heb uit dit boek wel vaker gekookt. En eigenlijk zat ik zelf te denken dan aan de aubergine curry. En ik vind hem zelf echt heel lekker. Oh, dit ziet er goed uit. Oké, okay. Ja. Let's do that. Gaan we doen. Dus dan hebben we nodig sherry tomaatjes. Die moeten we kopen. Ja. Heb jij geel wortelpoeder? Ja, kurkuma. Ah. Heb ja, ik. Oké. Okay. Ik vind het fijn om veel tijd door te brengen met mijn ouders en met mijn zus en mijn broertje en de rest. Ik kan bijna niet aan die stof. Daar, die moet je hebben. Deze, hè? Ja. Ja. Helemaal goed? Ja, top. Dat was hem. We hebben alles. Ja. Dus familie is voor mij wel echt heel belangrijk. En als ik dan in Amsterdam ben, vind ik het heel erg fijn om vrienden te kunnen zien en met ze te kunnen eten en voor ze te kunnen koken.
op het moment dat we een thuiswedstrijd hebben op de toekomst, zijn mijn ouders er eigenlijk altijd bij. En ook nu ik aangesloten ben bij het Nederlands elftal, als we daar wedstrijden voor spelen, dan komen mijn zus en mijn ouders altijd kijken. Ja, koken is voor mij wel heel belangrijk. Koken is wel echt mijn hobby. Ik heb de koksopleiding gedaan, 2 jaar. Toen bleek dat ik het toch wel leuker vond als hobby dan echt professioneel. Maar ja, ik kook wel elke avond. Ja. Het is wel een manier om gewoon even tot rust te komen voor mij. Mijn droom is op sportief gebied om uiteindelijk wel die stap te kunnen maken naar het buitenland. Eet smakelijk. En mijn carrière nog net naar een hoger